Goedenavond, dit is Brandpunt. Al weken trekken we het land in voor onze verkiezingsserie Op Eigen Kracht. Verslaggever Henk van der Aa gaat weg van de Haagse problemen en de gepolariseerde verkiezingscampagnes. Hij gaat op zoek naar de eigen kracht van onze samenleving. Hij was eerder al in Utrecht en de Veenkoloniën. En vanavond is Henk van der Aa in het zuiden op de slimste vierkante kilometer ter wereld. Je ziet een enorme berg aan slangetjes. Daar zitten allemaal cilindertjes achter en die drukken de snaar eigenlijk in. Oh. Dus we hebben daar een beetje vals gespeeld. Hè? Dit is een gitaar met 82 vingertjes of zo. 82 vingertjes, om ze in te drukken. Eindhoven dus. De stad die na het vertrek van multinational Philips is overgenomen door slimme start-ups en hoogopgeleide expats. Ik ben niet zo keen om op de camera te zijn. Ik ben blij om op tv te zijn. Dat is één ding dat ik vind. Ik ben niet eigen. In de oude fabrieksgebouwen bloeien nieuwe bedrijven die de wereld willen veroveren. De slimme slipjes. En ook een hele mooie combinatie van technologie en design. En dan zie je wat die twee voor elkaar kunnen toevoegen. Een spannende start. Een veerkracht die van de stad een hotspot van talent heeft gemaakt. Maar niet alle Eindhovenaren kunnen aanhaken bij die voortdenderende globalisering. Als laatste heb ik hierboven gewerkt. Oké. Okay. Ja. Daar hadden wij onze productielijn van Blu-ray. Voor hen betekent het vooral een ontwrichting van hun dagelijks leven. Henk van der Aa trof een stad met twee gezichten. Slimme slipjes. Slimme slipjes? Ja, slimme slipjes. Dus dit is eigenlijk onze meest sexy start-up. Ik zal je laten zien, dit is allereerst de slip. This we will try to print, 3D print in Maringa. That is unbelievable. This is. And then afterwards put some sauces or some vegetables or some fruits inside those slots. Je hebt hier alleen maar mensen die werken aan de grenzen van wat nu mogelijk is en continu verder denken. Je hebt dan een uitzendbureau voor robots, maar waar blijft dan het uitzendbureau voor mensen? Ja, we zijn even mening dat het voor beide plaatsen is. Alleen, ik snap die angst wel heel goed. Dan krijg je dan ook het antwoord van, we gaan de productie overplaatsen naar India toe. Lage lonenlanden. Lage lonenlanden. Ja, dan valt er, alles valt weg. En wat ik hier heb geleerd, echt doorzettingsvermogen. Ja, je moet zelf overal achteraan zitten, ook in je persoonlijke situatie. Niemand gaat het je voorschotelen. Ik denk dat velen denken van die thuis zitten en werkloos zijn, dat die denken, ja, jullie kunnen mooi praten over Brainport, Nameport. Ja. Maar en wij dan? Je gaat het niet tegenhouden dat automatisering minder hard zou gaan of zo. Dat is iets wat we moeten omarmen volgens mij, omdat het ook heel veel voordelen voor ons kan bieden. We zijn in Eindhoven, vijfde stad van Nederland en misschien wel een van de meest interessante. Een stad met de slimste vierkante kilometer ter wereld. Een magneet voor internationale whizkids die hier meekomen bouwen aan de nieuwste technologieën. Maar ook een stad van tweedeling. Het aantal mensen dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering groeit. De werkloosheid ligt hier boven het Nederlandse gemiddelde. Hoe gaan wij in ons land om met een maatschappij die steeds meer op twee snelheden draait? We hebben hier 14 start-ups vanuit de hele wereld zitten. Twee keer per jaar draaien we een programma. Gaan we wereldwijd op zoek naar de beste high-tech hardware start-ups. Wat doen jullie precies? Ja? Jordi kan het uitleggen, denk ik. Ja. Huxie is een slimme babydeken voor premature baby's in het ziekenhuis. Wie een kijkje in de toekomst wil, moet een dagje rondlopen op de high-tech campus van Eindhoven. Overal mensen die op hun eigen manier de wereld willen verbeteren. We scouten wereldwijd. Dan gaan we ze selecteren. Eerst hebben we een brede selectie, brengen we terug naar 700. Die gaan we allemaal bellen, mailen, skypen. Het team is net, net een voetbalclub. Net een voetbalclub eigenlijk. Echt waar, ja. Maar wat is het voordeel voor hen om hier te zijn? Ik kijk best aan hun vragen. Eens even kijken. Misschien, what's the big advantage for you to be here? Oh, I really think the network that HiTech XL brings to the table, and you know, they give you a mentoring team. Every week you meet with them and they're, you know, really just guiding you on those
points where you're like, what do I do now? What's the next step? Go, go, go. Yeah. Hey, thanks for your time. Awesome. Yeah, thanks Dankjewel. A lot. Dankjewel. Succes ook. Bert-Jan Woertman is mijn gids. Hij stuitert van de ene naar de andere start-up. Hier zitten volgens hem de slimste koppen van de wereld. Alles is positieve energie. Alleen al op deze verdieping werken ze aan een tiental doorbraken. Heb je 1 minuut, Guus? Ik kan hem ook niet echt tegenhouden. Guus is... jij bent eigenlijk degene die hiermee is begonnen. Kan je eens vertellen waarom jullie dit zijn gaan doen? Ik chargeer het wel eens, maar die Willy Wortels die denken dat de wereld 1 grote wetenschappelijke conferentie is. En praten over hun technologie alsof het een conferentie is. Nou, en wij proberen dat bij elkaar te brengen door die mensen ook een businessverhaal te laten vertellen in plaats van alleen maar een technologieverhaal. Zij zorgen hier dus dat nieuwe uitvindingen ook echt de markt bereiken. En geen idee is gek genoeg. Voedselprinters. Voedsel, ja. Chocoladeprinten bijvoorbeeld. Mango caviar. Ja. Dat kan ik nu geprint eten. Je kunt nu geprint eten. We komen dadelijk in de buurt. We kunnen even kijken. Even chocoladereepje meepikken, vind je zo lekker. Ja. Dit is hem dus, die slimste vierkante kilometer ter wereld. Woertman blijft maar doorgaan over hoe succesvol ze hier zijn. De enige Nederlandse stad in de internationale top 10 voor Global Talent. De plek waar de meeste patenten worden aangevraagd. En Eindhoven heeft 22,9 patenten per 10.000 inwoners. De nummer 2 doet slechts 8,2 patenten per 10.000 inwoners. Dus in sporttermen is dat een achterstand die gewoon niet meer goed maakt. Die gaan ze niet inhalen. Nee. Dit is ooit allemaal van Philips geweest. Hè? Dus Philips heeft het initiatief genomen tot Hightech Campus Eindhoven. Hoofdkantoor vertrok naar Amsterdam. Maar Philips zei, de research, de onderzoek en ontwikkeling blijft in Eindhoven. Sterker nog, we gaan een hele mooie Hightech Campus realiseren. Waar we die activiteiten allemaal bij elkaar gaan brengen. In al die oude Philips-gebouwen zitten nu zo'n 150 verschillende bedrijven. Vaak druk met de gezondheidszorg van de toekomst. Oh, dat is Bas al. Bas wacht al op ons. Oh, kijk. Ja. De eerste keer dat Bas zijn verhaal aan mij vertelde. En ik ben zelf geen techneut, dus ik ben sowieso al heel snel onder de indruk van wat techneuten doen. Maar dit is zo'n ongelooflijk. Hij doet iets met elektriciteit en plasma's. En dan, dat gebruikt hij dan weer om wonden te genezen. Maar er gaat dan zoveel elektriciteit doorheen dat ik daarvan schok. Maar toen legde hij mij uit, ja, maar daar hoef je niet van te schrikken. Het is gewoon helemaal veilig. We richten ons op diabetici. Die grote kans ontwikkelen om gedurende hun leven een chronische wond aan hun voet te ontwikkelen. Oh ja. En die kunnen serieus ontsteken. Deze uitvinder bedacht een pleister op stroom. Met kleine bliksemschichtjes geneest de wond veel sneller en kan amputatie worden voorkomen. Het is een magische pleister. Een magische pleister, ja. De slimme slipjes. En ook een hele mooie combinatie van technologie en design. En dan zie je wat die twee voor elkaar kunnen toevoegen. Een spannende start-up. Dat als je high-tech samenbrengt met top design, dan krijg je een fantastisch product. En dat kan Eline van LifeSense Groep laten zien. Hallo, ik ben Henk. Ik ben Eline. Hallo. Hoi. Nou, we hebben een oplossing gevonden voor een heel groot probleem. Waar niet over gesproken wordt. En dat is namelijk incontinentie bij jonge vrouwen. Ik zal je laten zien, dit is allereerst een slip. Aan de ene kant absorbeert hij urine. Hij is een vervanger van een inlegkruisje. Dat zit hierin verwerkt dan? Ja. Welke techniek zie ik in dit slimme slipje? Het zijn een aantal textielmaterialen. Maar er zit ook nog iets in. Dus naast het materiaal dat heel goed absorbeert, zit er een slimme technologie in, een draagbare technologie, die ook iets monitort in het lichaam van de vrouw. Je hebt eigenlijk de combinatie van een app met een sensor. Die sensor staat met de app in verbinding met Bluetooth. En dan kun je op een hele simpele manier krijg je video's te zien waarmee je jouw bekkenbodem gaat trainen. En waardoor je incontinentie ook tegen kan gaan. Precies. Al die jonge ondernemers, die nieuwe energie. Het is aanstekelijk, maar ook maar één deel van het verhaal. Want even verderop in de stad zijn er grote groepen die nauwelijks mee kunnen komen. Onder jongeren is de werkloosheid in Eindhoven hoger dan gemiddeld in Nederland. Een groot deel van de beroepsbevolking is laag opgeleid. En al was je eerder misschien hoog opgeleid, dan nog kun je in die snelle wereld van nu makkelijk de boot missen. Meneer, Mike. Kilo jonge kaas. Kilo jonge kaas. Kijk. Alles ook iets voor. Mag ik het bolletje van u alsjeblieft? Ja, zeker. Tuurlijk. Heel belangrijk. Dankjewel. Heel belangrijk. Opa werkte voor Philips, mijn vader werkte voor Philips.
En ja, ik ben dan de derde generatie die dan voor Philips werkte. En dat was niet alleen voor mij zo, maar dat was voor vele mensen die bij Philips werkten. John Thijssen had jarenlang de baan van zijn leven. Vast contract, stabiel, maar uitdagend. Hij werkte mee aan de nieuwste technieken. Hier heb ik een foto, daar sta ik op. En wij liepen vooraan wat dat betreft in de ontwikkeling van zowel de cd als de dvd als de blu-ray. En ja, dat was gewoon heel leuk om echt vooraan mee te draaien met de nieuwe technologieën. Ik was trots daarop. We hebben met z'n allen dingen bereikt die in bijna ieder huishouden terecht zijn gekomen. En dan is dat natuurlijk heel leuk. We zijn nu op Strijp S, het voormalige Philips-complex. Waar vroeger de verboden stad was, omdat er alleen medewerkers van Philips mochten zijn. Dit was een verboden stad? Ja. Je kwam hier normaal gesproken niet in? Nee, behalve u natuurlijk. Het was afgesloten met en je moest je eigen melden bij een portier. Ja, waar heeft u hier gewerkt? Kun je me dat even laten zien? Ik heb als laatste heb ik hierboven gewerkt. Oké. Okay. Ja. Daar hadden wij onze productielijn van Blu-ray. En het vervelende wat je eigenlijk ziet is dat de technieken die volgen elkaar steeds korter op. Ja. Dus de tijd dat er geld mee verdiend kan worden, wordt ook korter. En ja, dan ben je vaak als in Nederland, word je op een gegeven moment te duur. Want het gaat veel te snel. Het gaat te snel eigenlijk. Eerder kon je met een LP misschien dan nog 30 jaar vooruit. Ja. En de CD, hoe lang heeft dat geduurd? 20, 25 jaar. En dan hebben we de 10. En dan krijg je de DVD en dan de BD en het wordt steeds korter. Je hebt eigenlijk nu nog maar een paar jaar om... Om het geld eruit te halen wat je erin steekt aan ontwikkeling en productie. Dat klopt. Veranderingen stapelen zich zo snel op. De wereldwijde concurrentie is zo fors dat John's afdeling het uiteindelijk niet redde. 7 jaar geleden vielen ineens al zijn zekerheden weg. En ja, op een gegeven moment krijg je dan ook het antwoord van... we gaan de productie overplaatsen naar India toe. Dan de machine wordt ingepakt. Ja, dan krijg je wel een raar gevoel. Dat is even moeilijk. Omdat je ziet van ja, hij gaat echt weg. Want zolang hij er nog staat, is hij niet weg. Maar dan is hij dus weg. Ik heb het gevoel dat het u nog steeds emotioneert. Ja, dat is ook zo. En nu, naarmate je er meer en langer over praat, wordt dat gevoel erger. Maar iemand met uw cv, uw ervaring, uw opleiding, het is niet niks, die zou toch in deze booming stad een kans moeten krijgen? Ja, maar ja, ze zien, wat je zegt, booming stad, nieuw, fris, innovatief. Dus de jeugd. Daar bent u te oud voor, zegt hij. Ik zelf vind dat niet, maar ja, dat is gewoon de realiteit. Want de mensen die ze aannemen zijn jong? Zijn vaak jong, ja. Jong en dynamisch, zoals ze dat dan mooi noemen. Pakistan, India, Pakistan, Afghanistan, India, India. India, India. Every year we have new cases. They're in, they're out, so people come and go. Om wereldwijd voorop te kunnen blijven lopen, moet een stad als Eindhoven verder kijken dan naar alleen talent uit eigen land. Het aantal buitenlandse werknemers hier op de high-tech campus blijft maar groeien. Expats vormen intussen een hele eigen subgroep in Eindhoven. Maar worden die mensen ook echt Eindhovenaar? Wat voegen ze eigenlijk toe als de helft van hen al binnen een paar jaar is vertrokken? Dit is ook PSV hier. Ja. Alles is PSV. Ja, het is PSV, ja. Ja, maar nu honkbal en? PSV cricket, ja. Baseball, cricket, American football. American football is... Lots of expats here. Ja. Waar John's baan verdween naar India, kwam Balaji Adimolam juist van India hierheen. Hij runt nu de cricketclub voor expats in Eindhoven. The main reason why we have a club is you want to first make the expats comfortable here. That's actually a primary reason why we play cricket. Cricket is a sport, and I like that sport. And I've come from India, where cricket is like football in Netherlands.
Yeah, it's the biggest. The biggest port there. And people come over from there. And they, when they come over from here, they would feel comfortable with some sports. Balaji leidt de researchafdeling van chipmaker ASML. Naast hem kwamen bijna 1000 Indiërs de afgelopen jaren naar Eindhoven. Zijn cricketclub groeit uit zijn jasje. Het wordt tijd dat de gemeente hen nu betere faciliteiten biedt. You feel that a gemeente like Eindhoven has to pitch in more because of the big amount of expats here. We have a lot of expats here and then they give back positively. So most of the members in our team are working in high-tech campus or a PhD student in TUE or working in ASML or other companies around Eindhoven. So they're highly skilled immigrants. And then there is something they need to give them back. En dat is nu een belangrijke prioriteit voor Eindhoven. Hoe maak je de stad aantrekkelijk voor al die buitenlanders? U bent hier echt gekomen omdat ze behoefte hadden aan goed voedsel hier. Ze vonden dat Nederlandse eten niet zo lekker, begreep ik. Nee, dat sowieso, zeg maar. Dat sowieso. Maar ik ben zelf ook niet gek op, ja, een paar dingetjes ben ik wel gek op Nederlandse eten, zeg maar. Stamppot en al, maar ik eet bijna elke week. Maar normaal mensen wat mij in de restaurant kwam of zo, hun zijn echt voor Indiaanse keuken, zeg maar. Ja. Hun weet precies wat hun krijgt. Sorry. Ja, nee, je moet gewoon doorgaan. De campus had een wedstrijd uitgeschreven om de beste Indiaanse currykok naar Eindhoven te halen. Een jury vol experts koos voor deze man, Raghu Bhagirath. Ja, zeg, ze is net als wij op een straat in de Delhi loopt. Ja, ja. Of ergens in het Noord-India loopt. Ja, ja. En daardoor, ja. Even een klein stukje India in Nederland. Ja. In deze snel veranderende wereld moet je je blijven aanpassen of die wereld snelt je voorbij. Hoe gaan we daarmee om? Het is misschien wel het belangrijkste thema dit verkiezingsjaar. Hier op de campus genieten ze van al die nieuwe culturen, die nieuwe smaken. Veranderingen houden het leven spannend. 5 jaar geleden kwamen ze hier misschien met een plakje brood of een broodtrommel. Ja, goed, we hebben de oude generatie, hè, die nog het prototype researcher was. Voornamelijk voor, woonachtig in Eindhoven, Eindhovenaar. En die kwam met de broodtrommel naar het werk. Ja, maar die is er niet meer. Die zijn er nog wel en die houden we in ere. Daar zijn we heel blij mee. Maar die worden wel vervangen door de jonge expat, start-up, die hier komt om vooral die gave plek te hebben en die aansluiting te vinden, ja, bij al die bedrijven hier. En die nemen niet hun broodje mee vanuit huis uit? Nee. Geen broodtrommel mee? Nee. Waarom? Here you go, sir. Op die manier veranderen de Nederlandse gewoontes dus ook. Op zeker veranderen die mee. Als je ook ziet in de loop der tijd wat de verschuiving is geweest in het assortiment. Twee broodjes bruin volkoren met een plakje kaas en een kopje tomaatsoep. Ja. Heeft plaatsgemaakt voor een Indiaanse curry, voor een pizza, voor een Subway of voor een Starbucks. Maar ook voor een heerlijke vegan salade. Dus het verandert. Het verandert. Gelukkig maar. Als ik nu naar de stad loop, dan hoor ik op een gegeven moment Spaans, Engels, Duits, Pools, Turks. Maar wat doet dat dan met u? Ja, je voelt je eigen vreemd in je eigen leefomgeving. Ja? Het is geen angstig of zo, maar gewoon vreemd. Mensen zoeken toch een beetje houvast. Ook een identiteit. Ja. Heeft u het gevoel dat dan een beetje... Ja, de identiteit van die stukken van de stad, die veranderen zo sterk dat je je eigen daar... Je gevoel is daar weg. En je kunt er eigenlijk moeilijk voorstellen dat je in je eigen stad rondloopt. But is it hard to get any Dutch players in your team? Yes, it's hard to get because like I cannot just get a Dutch guy inside and then just start training him. I need to introduce him to the sport, which is softball. Yeah. It's a train. It takes longer. Yeah, it takes longer to train on how to catch a ball and how to, you know, yeah, how to get the right technique in batting or in bowling, how to get the right technique. But are you guys seen really as an expat club, expat team? Yeah, currently we are seen as an expat team because there are no local Dutch people, there are no Dutch participation or support. Eindhoven de gekste! Okay, Eindhoven de gekste. You know the term? Yeah. De cricketers delen de sportkantine met de voetbalclub.
Maar verder lijken de verschillende groepen soms los van elkaar te staan. Nederland verandert, maar leeft ook steeds meer langs elkaar heen. Je lijkt de carnavalsmuziek? Ja. It's bad. It's bad? Not your taste. Ja, yeah, you need to drink a couple of beers to, you know, like it. Are most people here for the long run? Some of them, yeah. I think we'll have at least 5 to 8 people who will be, might be there for the long run. For the long run, which means actually staying here in Holland? Staying in Holland, yeah. It could for, be. Maybe for life? For maybe for 3 years, yeah. Oh, maybe for 3 years. 3 years, or maybe even longer, you know, 5 years. You know, so. Yeah, yeah. Kijk, Amsterdam is natuurlijk een fantastische stad. Maar Eindhoven wint het vooral op inhoud. Kijk, hier zie je de vertegenwoordiging van de expatspauzes. Dit is van de? Expatspauzes. We hebben hier een heleboel expats, hè? Dus de Hallo. Mannen. Hallo. Ja, ze schrikken zich helemaal wild. Oh. Sorry, just want to let you know we're Dutch television. And where are you from? I'm from India. India? I guess all are from India. Oh, this is all India. Today it's all India. One is from Vietnam. Oh, hi. I'm from Germany. Nou, hier zit een mevrouw uit Kazachstan. Hier zit een team uit Sint-Petersburg. Daar zit een team uit Duitsland. We hebben hier een team uit Slowakije. Maar dit is bijna dan geen Nederland meer. Dit is echt maar een stukje. Nee, dit is een kleine internationale georiënteerde plek. Een paar jaar hier, een paar jaar daar. Dat is het nieuwe normaal in de top van de economie. Complete flexibiliteit. Die grenzen moeten zo ver mogelijk open. Omdat je anders internationaal de aansluiting verliest. Je kunt dat zien enerzijds als een bedreiging. En sommige mensen ja, die vinden dat eng en die gaan zich dan angstvallig proberen te beschermen. Maar het is een realiteit dat we wereldwijd met elkaar te dealen hebben. Ik denk dat de grote problemen van de wereld ook alleen maar opgelost kunnen worden als we dat samen doen en de schouders eronder en een groter perspectief. Niet een kleiner perspectief, maar juist een groter perspectief. En dan op een gegeven moment dan zie je ook meer dat er eigenlijk geen vaste contracten meer zijn. Het is nu allemaal van dag tot dag of van jaar tot jaar. En dan moet je maar weer verder zien. Ja, dat vergt heel wat hè, van de, ja, van de mens. En ik vind persoonlijk zelf, heb daar moeite mee. Ik heb het liefste vastigheid dat ik weet waar ik aan toe ben. En dat ik ook voor een langere termijn iets kan plannen en kan doen. Het kan ouderwets klinken, maar nog niet zo lang geleden was dat normaal. Vastigheid en, zeker in Eindhoven, een werkgever die alles voor je regelt. Nou, hier zijn we nu in mijn oude straat. Hier woonden in deze wijk ook heel veel mensen van Philips. Het zijn allemaal Philips-wijk hier, hè? Ja, Philips had natuurlijk het grootste gedeelte van de huizen van Eindhoven. Omdat Philips had gewoon huizen nodig voor de mensen die er werkten. En uw ouders, hoe werd dat dan geregeld? Hoe kwamen uw ouders aan het huis? Mijn ouders die woonden eerst op een bovenwoning in Stratum. En toen zei mijn moeder van, Harry, ga eens kijken bij Philips voor een huis. Want het zou wel fijn zijn met mijn zoon erbij. Van, dan kan hij ook in de tuin spelen. En want zo ging dat dus? Dan ging je naar je werkgever. Ja. Ik heb eigenlijk een groter huis nodig. Ja. En die zei dan van, is er iets, heb je iets leuks, kijk eens. En dan krijg je 1 of 2 adressen of zo. En dan ging je daar naartoe. En dan, als je dat regelde vond, Philips? Als je dat goed vond, ja. Dan kon je daar in trekken. Maar ergens in Eindhoven is er iets van die ouderwetse, zorgzame bedrijfscultuur blijven hangen. Hoeveel heeft u er van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals je dat zegt? Even kijken, het zijn er in totaal. Het zijn er in totaal 22. Waarbij ik denk 6 of 8 zeg maar, uit de doelgroep komen. We zijn op pad met Willy Swinkels. De grootste glasboer van de regio Eindhoven. Kijk, zo gaat hij zien. Willy ziet overal mensen die nauwelijks meer mee kunnen komen op de arbeidsmarkt van nu. Langdurig werklozen, mensen in de problemen. Ze krijgen bij hem een kans. Het is wel voor heel veel mensen heel belangrijk, een baan. Ja, ja. Want die baan die zorgt ervoor dat ze weer ergens meetellen en dat ze weer mee mogen doen. En dat ze weer een bepaalde meerwaarde in hun eigen dagelijks leven meemaken, zeg maar. Je moet gewoon proberen. En de eerste niet keer te bang voor zijn? Nee, de eerste keer zal het misschien niet lukken, de tweede keer wel. De derde keer ook, de vierde keer misschien weer niet. Snap je? En dat is in het normale arbeidsproces ook. Ja, maar niet bang om je neus te stoten. Die stoot je niet. Daar ben je zelf bij. Als mensen een eerlijke kans krijgen, de ene kopt hem wel in, de andere kopt hem niet in.
U heeft een tijdje bij huis gezeten dus? 11 maanden ongeveer, 11, 12 maanden. Ja. Ja. Ja, ja. Helaas. Het andere bedrijf hield op? Ja, failliet. Economische crisis, ja. En stond u op straat? Ja. Op de dag dat ik er 18 jaar werkte, ging het ook failliet. Ach. Dus ja. En, dan is het lastig om weer zomaar terug te komen? Het is niet even dat je binnen 3 weken weer ander werk hebt. En zeker niet als het op het hoogtepunt van de crisis is. Dan wordt het erg lastig. Bedrijven hebben volgens Willy een extra verantwoordelijkheid nu alles zo op drift is geraakt. Als werkgever moet je bewust ook zoeken naar mensen die elders niet meer aan de bak komen. Geef ze werk, anders haken ze definitief af. Dat doet hij samen met organisatie Springplank. Hallo, Thijs. Goedemiddag. Hallo, Henk van der Aan. Er wordt heel veel gekeken en gewacht op de politiek. En ik denk dat het tijd is dat wij dat moeten doen. Anders heb je geen contact meer met die mensen. Want die mensen die hebben wat minder vertrouwen door problemen. Dus als je problemen hebt, nou, ik heb ook wel eens problemen gehad, dan heb je toch een soort argwaan naar bijvoorbeeld een overheid. Van jullie hebben het slecht geregeld. En dan vind ik dat het onze taak is. Want wij kunnen wel wachten op wat politiek Den Haag of hier de gemeenteraad van ons verwacht. Nee, wij moeten het zelf oppakken. En die tijd is wel, en dat is de kracht ook vooral van Eindhoven, dat is misschien ook wel de oude Philips gedachte, wij gaan het wel doen. Hey Evelien. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Hoe gaat het ermee? Het is niet alleen Willy. Zeker 80 bedrijven in Eindhoven hebben zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief. Even een rolletje. Lekker een sushi voor jullie rollen. Onder hen ook Eveline Woe. Restauranthouder en eentje met internationale allure. Wereldkampioenschap Chinees koken. In de categorie dessert heb ik een gouden medaille gekregen. Gouden medaille, wereldkampioen. Voor mijn dessert, Garden Delight. Maar zelfs al kookt ze op topniveau, ook zij creëert ruimte in haar keuken om mensen aan te nemen van de onderkant van de samenleving. Mensen zonder ervaring of de juiste kwalificaties. 25 jaar geleden was ik ook zo. Iemand die niks, geen school hebben gehad, weet van niks. En dan heb ik de kans gekregen om verder in keuken te gaan leren. En dan, tot nu toe ben ik chef van de 3 zaken. Dan denk ik, die andere mensen kan ook zo gaan lopen. Alleen je moet iemand de kans geven. Ja. Ja. En dat doet Eindhoven? Heel veel. Heel veel. Ja. Heel veel, ja. Ik heb gefrituurde garnaal bij. Oké, dat was het dan. Wauw. Sushi Henk. Ah, oh, Sushi Henk. Henkrol. Ja, maar dat ziet er fantastisch uit. Superleuk. Dat is ongelooflijk. Ja, oké. Okay. Oké, Leslie, ik heb zin in koffie. 2 hartjes. Cappuccino? Ja, cappuccino. 2 hartjes. Wesley kreeg ook een kans van Eveline, nadat hij helemaal aan de grond was geraakt. Hij had zijn baan verloren en zijn huis. En dit heeft hij binnen een jaar ook allemaal geleerd? Nou, hij heeft denk ik binnen 2 maanden al alles geleerd. Eigenlijk 2 maanden? Sneller, ja. Sneller? 2 maanden? Een jaar. Vind ik al snel. Ja, wat je natuurlijk leuk vindt, ja, dat ga je natuurlijk ook beoefenen. Ik zei altijd tegen hem, Wesley, maak jij zelf onmisbaar in mijn bedrijf. Dat heeft hij gedaan. We kunnen nou niet meer zonder hem. Ja, Wesley. Vooral niet zonder de cappuccino's, hè? Ik zie 2 hartjes. Thank you. Perfect. Kun je me vertellen waarom je toen eigenlijk hier hulp bent gaan zoeken, zeg maar, in het vinden van een baan? Als eerste ben ik natuurlijk naar Noordlicht gegaan, omdat ik ook een verslaving heb gehad. Dat was een cannabisverslaving. Cannabisverslaving? Ja. Okay. Op dit moment rook ik nog steeds cannabis, alleen wel gecontroleerd. Oké. Okay. En wat heb je hier geleerd? Wat ik hier heb geleerd? Echt doorzettingsvermogen. Dus, ja, je moet zelf overal achteraan zitten, ook in je persoonlijke situatie. Niemand gaat het je voorschotelen. Nee, je moet het zelf gaan doen uiteindelijk. Ja. Jezelf uit het moeras trekken. Ja, en je moet je eigenlijk altijd blijven ontplooien. Maar ik neem aan dat toen jij hier kwam, dat je zelfvertrouwen op nul ongeveer stond. Ja, klopt. Dat is nog steeds op dit moment nog steeds niet helemaal 100. Alleen, nee. Het gaat wel komen. Het is steeds wat beschadigd. Ja, ja.
Je mag trots op jezelf zijn. Dank je wel. En voel je dat ook zo? Je mag trots op jezelf zijn? De laatste 2 weken ongeveer wel. Al begint het nu pas te komen? Ja, ja. Daarvoor ben ik wel echt een onzekere man geweest. Jongen. Alleen, ja, dat moet je, op een gegeven moment moet je dat achter je laten. Dus moet je ook denken van, ik mag er zijn. Ik hou gewoon van mijn werk en dat wil ik laten zien. Ja. Dit is misschien wel de grootste uitdaging voor Eindhoven en Nederland. Hoe houden we die onderkant erbij als alles aan de bovenkant versnelt? En als banen, zoals die voor Wesley, steeds meer onder druk komen te staan? Even verderop, op de high-tech campus, bouwen ze namelijk al aan de kok van de toekomst. Maar wat vooral heel gaaf is, is dat ze chocolade kunnen printen. Maar ook bijvoorbeeld caviar van mango. Oh! Dit is Biflow. Ja. Hij kan er meer over vertellen. Ik ben Henk. Hallo. Ik kreeg trek eigenlijk van jullie uitvinding. Het is een 3D-printer die bouwt eigenlijk laagjes. En dat doet hij nu met chocolade. Dus dit apparaat gaat bewegen. En daardoor krijg je bepaalde vormen eruit. En een voorbeeld daarvan is inderdaad deze shape wat we hier hebben gemaakt. En dat is eigenlijk het bijzondere werk van een patissier normaal gesproken. Die werken daar vaak uren aan. Ja, klopt inderdaad. Het prikkelt de fantasie. De kok van de toekomst die zo kookt. Met een laptopje en een robot. Ja, wat jullie in Londen hebben gedaan, dat vond ik ook super gaaf. Ja. Een heel 9-gangen diner, helemaal geprint. En niet alleen het eten, maar ook het bestek en de borden. Nee, en volgens mij zelfs de stoelen waren 3D geprint. Eigenlijk alles was 3D geprint, tot het eten aan toe. Wat volledig 3D was. Ja, maar wat zeggen koks daar dan van? Ja. Bakkers en patissiers die zeggen van, hey, dit is juist mijn werk. Het is een tool, hè? Dus je kunt er meer dingen mee, je krijgt meer vrijheid. Het neemt ook werk uit handen. Dus het is echt een toevoeging, een tool die meer mogelijkheden biedt. In plaats van dat het de chef gaat vervangen. Inderdaad, klopt. Ja. Zijn ze daar wel eens bang voor? Iedereen is natuurlijk kritisch ten opzichte van nieuwe technologie, zeker de echte vakmensen. Maar ja, tegenwoordig zie je ook de voordelen van techniek in de maatschappij. En daarom staan mensen er veel meer open voor. Er wordt even een vinger gerepareerd. Een van de vingers van de contrabasspeler is afgebroken. Hey. En die robotisering gaat nog verder. 'S Avonds op de campus wordt er al gesleuteld aan een BZM. Band zonder muzikanten. Je ziet een enorme berg aan slangetjes. Daar zitten allemaal cilindertjes achter en die drukken de snaar eigenlijk in. Dus we hebben daar een beetje vals gespeeld. Hè? Dit is een gitaar met 82 vingertjes of zo. 82 vingertjes, om ze in te drukken. Daar kan ook geen Harry Saxioni tegenaan, zeg maar. Het is heel leuk als je dat voorbeeld nu geeft. Maar wij hebben dus in theater hebben gestaan met Harry Saxioni. De snelste gitaarspeler in Nederland. Hè? Om een soort van wedstrijdje te doen. Wie kan nou sneller gitaar spelen? En? Dus we hebben eigenlijk gewoon zijn oeuvre gekopieerd en helemaal gespeeld eventjes. En dat ging hartstikke goed. En die andere instrumenten? Nou, die panfluit ging wat minder snel. En een mens doet heel veel op het moment dat hij een panfluit bespeelt. Op het moment dat je hem... Dat je hem op je mond zet eigenlijk. Dan is de hoek waarmee je hem hebt, die is belangrijk. Hoe ver je lip overhelt over de uitblazende lucht is belangrijk. Dus er zijn zoveel dingen die daarin belangrijk zijn om dat even na te maken in een machine, dat het eigenlijk is. Bleek iets wat lastiger dan dat we verwachten. Dus je doet het op gevoel heel veel. Dus wij hebben pamfletisten erbij gehaald van vertel ons hoe je het doet. En dan legden ze het wel uit van nou, je doet zo en zo. Maar dan klinkt het heel simpel. Maar als je het nabouwt dan... Die hebben wel meegewerkt. Die dachten niet van hallo, straks pik je mijn baan nog in als pamfletist. Ja, nee, de meesten vinden het prachtig. Wij treden een keer of 8 per jaar ongeveer op. Rome, Athene, in Nice, in Engeland en hier in regio Eindhoven veel. Maar dat zijn wel lekkere tournees, lijkt me. Ja, dat is best je zet, leuk. Je zet de band neer. Ja, ik ga zelf in de zon zitten, ja. zo werkt het wel, ja. Krijg je wel veel weerstand soms ook? Tegen mensen die bang zijn voor robots? Nou, de enige weerstand die wij krijgen is muzikanten die vinden dat zij het veel beter kan dan dat het verkrachting van de muziek is. Ah, dat klinkt toch niet. Want zij vinden het veel te mechanisch klinken. Veel te... Dat is wat ze zeggen dan, ja.
Terwijl ik ze wel van verdenk dat ze aankomen lopen. Denk, hey, we denken een band zien te spelen. Oh, dan zien ze het. Oh nee, dit is te mechanisch. Zullen we even naar de hal gaan lopen? Dan kunnen we even wat, ja, wat robots in actie zien. Oké. Okay. 'S Avonds is hij robotmuzikus. Overdag runt Heiko Sandé een bijzonder bedrijf. Het eerste uitzendbureau ter wereld voor robots. Is dat klaar? Die gaat... Het is een uitzendkracht in wording, deze. Deze gaat dinsdag de deur uit. Hier worden robots gebouwd die bijna wekelijks een nieuwe taak kunnen leren. De ene maand in de fruitteelt, de andere maand dozen stapelen. Heel flexibel. Dat is een uitzendkracht. Een uitzendkracht komt 's morgens binnen. En die zeggen van, nou, vandaag ga je deze pakketjes ga je op dat pallet zetten. Nou, zo simpel moet het met een robot ook te doen zijn. Ik kan me wel voorstellen dat heel veel magazijnmedewerkers zeggen van, ja, hallo jongens, dit is mijn werk. Blijf er nou eens van af. Ja, ik heb al niet zoveel keus. Wat wij met name zien, hè, is inderdaad de eerste dag dat we een robot ergens binnenbrengen, dan is dat wel vaak even de reactie van, oeh, heertje, gaat hij mijn baan overnemen? Ja. Als je 10 magazijnmedewerkers hebt, kunnen er misschien 2 straks een robot gaan besturen, maar voor die andere 8 is er geen werk meer. Enerzijds wel, anderzijds zien we juist dat heel veel bedrijven nu van onze klanten in hun groei enigszins belemmerd worden, omdat de loonkosten best wel hoog zitten. Dus op het moment dat je met automatisering eigenlijk meer kan gaan produceren voor dezelfde prijs, dan kun je ook daarna gaan groeien met je bedrijf. En hou je dus meer mensen aan het werk? En bijvoorbeeld VDL, die zijn nu flink uitgebreid, maar dat hebben ze eigenlijk kunnen realiseren doordat ze zoveel geautomatiseerd of gerobotiseerd hebben. En nu zie je dat ze daardoor eigenlijk een nieuw stuk productie binnen hebben getrokken, waar juist, volgens mij waren het, ik weet niet hoeveel, 3000 man of zo, dat er extra aangenomen kunnen worden voor die nieuwe fabriek die ze daar nu kunnen zetten. En wat hebben jullie tegen deze robot gezegd? Hoe die het moest doen? Ik bedoel, wat zijn zijn instructies geweest? Hij gaat eigenlijk op gevoel. Hij probeert om die... Robot heeft ook gevoel? Ja, hij probeert om hem ertussen tegen te zeggen van, nou ja, nu zit hij er goed tussen. Dan pakt hij de hele stapel op. En vervolgens legt hij hem netjes op de band. Heiko is van het kamp, robots vernietigen geen banen, maar leveren banen op. Hij wil er juist voor zorgen dat op deze manier goedkope productie en dus ook laaggeschoold werk in Nederland blijft. Precies dezelfde discussie hadden we toen op het moment dat de paard en wagen er niet meer was en dat gemotoriseerde voertuigen kwamen. Die van, al die banen gaan verloren van mensen die nu de paarden mennen. Uiteindelijk heeft het juist weer een heleboel opgeleverd. Je gaat het niet tegenhouden dat automatisering minder hard zou gaan. Dat is iets wat we moeten omarmen volgens mij, omdat het ook heel veel voordelen voor ons kan bieden. Dit laat je toch niet nog door robots doen? Nee, dat zou ook niet willen. Dat zou ook niet kunnen. En dit specifieke, die komt op de centimeter, hè? Ik bedoel, ik denk wel dat een robot dat in de toekomst zou kunnen. Maar die kan niet bij de mensen aan de deur aanbellen en zeggen, hé, ik kom eruit repareren. Dat zal niet lukken, denk ik. Nee. En dat wil u juist houden, dat sociale? Ja, dat is het mooiste. Dat is het mooiste van het vak. Ja. Wat Nederland volgens glasboer Willy nodig heeft, zijn bedrijven die vooral investeren in mensen. Juist zij die nu afhaken in deze snelle maatschappij, moeten extra kansen krijgen. Al gaat het ook wel eens fout, zoals met oud-werknemer Frans, die licht gehandicapt is. Echt een leuke vent, gezellige vent, mooie vent. Alleen Frans zag het gevaar niet. En als je met glasplaten in de weer bent en je ziet het gevaar niet, voordat je het weet, snij je jezelf open of gaat er iets mis. En dat gebeurde dus. Ik kan ook laten zien waar het mis ging. Hier. Hier staan pakken met glas in deze stellingen. Ik zal even eentje open doen, bijvoorbeeld deze. En Frans die trekt gewoon zo deze plaat naar voren toe. Dus die andere platen die erachter stonden, die kwamen ook, dus die vielen allemaal bijna op Frans. Oh ja. En heel veel schade natuurlijk. En heel veel schade, maar dat vind ik nu niet zo spannend. Maar als Frans die op tijd hadden weggetrokken, want we zagen die platen komen, dan waren ze op Frans gevallen en dan was er geen Frans meer geweest. Kom, dan gaan we eens even kijken. Maar Willy liet Frans niet vallen. Met andere Eindhovense bedrijven ging hij op zoek, Frans, naar een geschiktere baan voor Frans. Kom binnen. We staan voor jou al klaar. Mooi. Hoe is het, jongen? Hij is nu aan de slag in een supermarkt. Ziet er goed uit. Ja. Mooi. Wat doe je precies daar? Wat moet je allemaal doen? Wat zijn je taken nou weer, man? Koffieautomaat, wc's, prullenbakken, de randen. Ja, alles zo. Poetswerk. Ja, leuk. Dus dat is wel goed. Hey, en geen vallende glasplaten meer, hè? Nee, geen vallende glasplaten. Zoals Philips ooit zorgde voor werk en huisvesting, nemen bedrijven zoals die van Willy dat nu over. Na maanden dakloos te zijn geweest, heeft Frans weer werk en een huis. De organisatie Springplank coördineert dat. Ziet er goed uit, Frans? Oh, dat ziet er heel goed uit. Ja.
Maar waarin verschillen jullie nou van ook andere steden of andere provincies in de aanpak van de mensen helemaal aan de onderkant van die samenleving? We zetten ze direct aan het werk. Hoewel vele mensen zeggen, Frans, doe maar rustig aan. U heeft problemen. We lossen uw problemen op. We nemen uw financiën helemaal over. Ze pamperen dan. Pamperen, ja. Dus dat is een beetje het hospitaliseren van de mensen. We regelen een bed. We regelen van alles. En wij zeggen eigenlijk van, nee, ik ga het zelf doen. Woonkamer, keuken. Ciao. Ja. Yes. Goed, toch? Bankstel komt van mijn kameraad. Die had een nieuwe bankstel gekocht. Oh ja. Als ik zelf niet initiatief getoond had, help mij, stuur me nu in de goede richting, dan had ik op straat geleefd. Dan hadden we nou hier niet gestaan, volgens mij. In uw eigen huis? In mijn eigen huis, ja. Ja, daar ben ik ze dankbaar voor. Ja. Je bent natuurlijk geen hulpinstelling, je hebt wel een bedrijf. Kan dat dan wel, iemand in dienst hebben die dit soort schade maakt? Ja, natuurlijk kan dat. Als ik 65 ben en terugkijk, dan weet ik toch niet meer dat ik, waar ik 1000 euro meer of minder verdiend heb. Maar ik denk dat ik wel de ervaringen, dat die wel blijven. Er zijn ervaringen met Frans die we dus die over een aantal jaren nog tegen elkaar vertellen. En dat is wat leuk maakt en dat is maar geen geld te betalen. Eindhoven. Een stad die worstelt met twee snelheden. Een stad met een open blik op de wereld, maar ook een die vast wil houden aan zijn eigen tradities. It takes guts to wear dress like that. That's for sure, yeah. It would be difficult for me to do that, but I really appreciate people who have guts to do that. But this lady is so keen to be on the camera. And they like to be on TV, yeah? That's one thing I find a bit strange, that people have been not shy at all. Balaji neemt zijn vrouw voor het eerst mee naar carnaval. Ze begrijpen het wel dat Nederlanders zich zorgen maken over de veranderende wereld, maar zij zien het liever als een verrijking. Yeah, but there are some people who are afraid that their identity is actually changing because of the changing society. It depends on you. It purely depends on you. You let yourself to change or not. So if you want to change, the inner thing is different than the outer thing. Even though you're from a different background, doesn't mean that you're going to lose your own identity. It's just appreciating what other people are doing and understanding and getting integrated, but still maintaining your own culture and traditions. Door die mensen groeit Eindhoven, komen er meer voorzieningen, krijgt Eindhoven meer geld. Dan krijgen wij het automatisch makkelijker en beter. Is het zo? Want als Eindhoven niet dynamisch was en een nieuwe snelle ontwikkelingen heeft, dan zou de stad in slaap gaan vallen. En dan trekken de mensen weg, de winkels trekken weg. Dus u ziet wel dat dit uiteindelijk goed kan zijn voor de stad. Ja, maar het is niet per definitie goed voor u. Nee, dat hoeft ook niet. Als nergens anders voel je in Eindhoven wat er allemaal op ons afkomt. Robotisering, globalisering, zekerheden die verdwijnen. Maar hier passen ze wel op dat ze elkaar niet verliezen in twee snelheden. Die twee snelheden zijn er, maar het is niet zo dat daarom bijvoorbeeld nu al kansloos is. Juist niet. De stad biedt werkgevers die zeker oog hebben voor de onderkant. Elke revolutie is er altijd wel een groep die niet meekomt daarmee. En waar we dus met de maatschappij goed voor zorg moeten dragen dat die, zo goed en zo kwaad het gaat, toch weer een plekje vinden. Ja, maar dat komt ook omdat het allemaal in een moordend tempo gaat. Ja. Hè? In China is er bijvoorbeeld nu een quantumcomputer ontwikkeld. Die heeft meer rekenkracht dan alle computers wereldwijd bij elkaar. Nou, als je daarover nadenkt, het gaat zo hard. Ik denk dat de grote problemen van de wereld ook alleen maar opgelost kunnen worden als we dat samen doen en technologie op een goede manier inzetten om die problemen het hoofd te bieden. En dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we niet alleen. Hebben we alle talenten wereldwijd bij nodig. Met elkaar moeten we dat oplossen. De veerkracht van Eindhoven. En dit was het laatste deel van onze serie Op Eigen Kracht. Een drieluik weg van de verkiezingswaan van de dag. Dat een ander Nederland wil laten zien. Waar komen jullie vandaan? In Syrië. Syrië? Syrië. Laatst sprak ik met een voorman daarvan. En die man zegt, als je roept van koffie,
dan moet ik een stekker eruit trekken. Die mensen houden niet meer op. Van het werk is niet gedaan, daar ligt nog wat, er moet nog wat gebeuren. Ik ga altijd naar die chauffeur toe. Ja, ik kom eraan, hè. Ik kom naar jou toe. Wij zeggen, alsjeblieft, wij helpen jou, maar jij moet gedragen. Op straat, bij je buren, thuis, waar je overal bent, helpen wij jou graag, maar jij moet gedragen. Jij komt niet meer terug, jij moet weg uit deze week. Ik? Ja, niet hard rijden. Wij krijgen dan gewoon brood en dat wordt ook gewoon uitgedeeld, want je ziet gewoon... Oh. Ja, deze mevrouw die komt ook om brood op te halen, want dat brood is wel 3-4 euro. En dat krijgt ze hier dan gratis. En dat andere 3-4 euro, dat kan ze dan weer anders uitbesteden. Een land waarin sommige burgers niet blijven wachten tot Den Haag in beweging komt, maar waar ze het vooral zelf willen doen. Dit was Brandpunt. Goedenavond.